Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we weinig wolken boven ons land, alleen boven de Noordzee en boven het westen van België. Maar die bewolking die bereikt ons niet. Alleen boven Zeeland zien we wat hoge sluierwolken. Maar in de rest van het land schijnt de zon volop en loopt de temperatuur vanmiddag op naar de tropische waarde van 30 graden. En daarmee hebben we een record op deze 13e septemberdag. Daarbij staat er niet al te veel wind vanuit het zuidoosten, hooguit windkracht 3. Vanavond is het helder en daalt de temperatuur naar 24 of 25 graden. En vannacht koelt het af naar een graad of 17. En morgen kunnen we opnieuw genieten van veel zonneschijn, tenminste als je van de zon houdt, en het wordt opnieuw tropisch warm en daarbij staat een matige oostelijke wind. En dan hebben we de dagen daarna ook nog zomerweer, vooral op de donderdag nog veel zonneschijn, wel iets minder heet. Maar vanaf vrijdag zien we meer wolken en is de kans op een bui groter. En ook wordt het minder warm. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.